Mark van Bommel won als voetballer de Champions League, speelde de WK-finale in 2010 en werd met vele Europese topclubs landskampioen. Extra speciaal voor mij, want het is mijn vader. Zit het goed hier, nee? Ja. Mark van Bommel. Het debuut 15 mei 1993. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Je had er wel zin in, hè? Ik kom wel nonchalant het veld op, ja. Dus zo van, ja, dat doe ik iedere week. Dat doe ik eventjes, ja. Van Fortuna naar PSV, naar Barcelona, Bayern München, Milaan, terug naar PSV. 21 seizoenen volgens mij. Maar daar begon het, ja. Vanaf zijn 9e maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Fortuna. Hij maakte daar zijn debuut, maar na 2 seizoenen belandde hij op de bank onder de nieuwe trainer Pim Verbeek. Stond ik zelfs op het punt om naar Helmerspot te verhuizen. Dus ja, dan zie je ook hoe carrières lopen. En toen zei mijn vader, zei van nee, blijf Mark. Kom vanzelf, blijf erin geloven, goed trainen, hard trainen. En toen had ik het geluk dat nu mijn schoonvader Bert van Marwijk trainer werd. Waardoor ik weer ging spelen. En daarna is het eigenlijk alleen maar bergop gegaan. En was ik altijd basisspeler. In 2010 speelden ze samen de WK-finale in Zuid-Afrika. Grote teleurstelling dat je de finale verliest. En toevallig hadden Arjen, Robben en ik ook de Champions League finale verloren een maand van tevoren. Die Wesley gewonnen had, Inter Milaan tegen Bayern München. En daarna moesten we samen voor Nederland voetballen. Hoe ging dat? Nou, als je de Champions League finale verliest, ben je zwaar teleurgesteld. Maar we kwamen weer in een sfeer bij het Nederlands elftal. Dat alles weer samen viel. Dat was eigenlijk een vriendenteam. Heel bijzonder. De omhelzing tussen schoonvader en schoonzoon. En dan vroegen de jongens soms morgens, Mark, wat gaan we doen op de training? Dat waren wel leuke grapjes. Hij stond bekend als iemand die alles deed om te winnen. Dus je geeft het wel toe, hè? Ja, ja, maar ik tackelde ook heel veel. Dat was ook een van mijn specialiteiten. En dan soms was ik te laat. Ja, en dan raakte ik de speler en dan kreeg ik een gele kaart of heel soms een rode. Maar buiten dat waardeerde ook iedereen mij om mijn voetbalkwaliteiten. Maar als je YouTube kijkt, er staan er meer tackles op dan mooie dingen. De mensen denken ook dat je buiten het veld zo bent. Terwijl je bent buiten het veld echt precies het tegenovergestelde. Ja, maar als we in de tuin aan het voetballen waren, dan tackelde ik jullie ook. Ja, dat is waar. Nee. Jullie groeiden gewoon op en ik heb jullie niet extreem veel gezien. Hè. Kijk, ik was niet elke avond thuis en niet de hele dag. Maar ik bracht jullie wel 's morgens altijd naar de bus. Zeker in München moest je op de bus en ging je met de bus naar de internationale school. En ik kwam jullie halen. Dus eigenlijk het schoolstuk was ik aan het trainen. En daarna waren we thuis en dan was het weer een dolle boel. Dat was het feest. Ja. Dus eigenlijk leef je alleen maar voor de sport, 20 jaar lang. Was het het waard? Ja, dat was het zeker. Van je hobby maak je je beroep. En, of eigenlijk is het niet eens een beroep. Het is gewoon een fantastische hobby die je heel graag uitoefent en die ik nu nog steeds zou willen doen. Zou je het nog willen doen? Alleen, het kan niet meer. Als ik nu over het veld ren, dan word ik aan alle kanten voorbij gelopen. En dan moet ik misschien nog meer gaan tackelen. Maar bij de titel van Antwerpen was hij de snelste. Dat was echt ongelooflijk, dat je in de 93e minuut een goal maakt, die bal gaat in de kruising en dan de ontlading. Dat was fantastisch. Ja, ongelooflijk. Mis je het wel eens? Als voetballer zijn, de kleedkamer, alles daaromheen? Ja, dat mis ik zeker. De grappen en het succes en samen wedstrijden draaien en boos worden op elkaar, maar toch weer hetzelfde doel hebben om te winnen. En domme grapjes die je uithaalt met elkaar. Het is echt een vriendschap die je opbouwt omdat je elke dag met elkaar bezig bent. Van Bommel gaat scoren. Kijk, in zijn afscheidswedstrijd, natuurlijk. Zo hoort dat.
Hey Pam, hoe is het? Ja, goed. Leuk dat ik jou hier zie. Ja. Weet je wat het leukste is? Dat het rustgevend is. Als je op de golfbaan staat, dan denk je nergens anders aan. Alleen maar aan een balletje. Weet je nog wanneer je was begonnen? In coronatijd, maar eigenlijk dankzij jou. Want jij wilde gewoon een paar balletjes afslaan. En toen heb ik gekeken naar de dichtstbijzijnde golfbaan. En dat was Voerendaal. Toen zijn we hier gaan afslaan. En toen zijn mama en ik doorgegaan en hebben we lessen genomen. En gaandeweg mochten we de baan op. En het is steeds leuker. En soms, zeker ook in Wolfsburg, heb ik 5 maanden gezeten. Daar ging ik zelf de baan op. En dan was ik helemaal alleen en er was helemaal niemand. En dan sloeg ik wereldballen, alleen niemand zag dat. De Van Bommel mentaliteit. Het houdt in, verliezen bestaat niet en vals spelen mag. Mooie bal. Iedereen wil de beste zijn. Wie is de beste bij ons dan? Ja. Ja, dat hoef ik niet te vragen. Ik helaas niet, maar dat moet ik wel even. Normaal geef ik dat niet toe. Nee. En af en toe dan leg ik de bal even een metertje naar rechts, dat die beter ligt. Na 2 jaar als hoofdtrainer bij FC Antwerpen kijkt hij vol vertrouwen naar de toekomst. Zo hoog mogelijk een club trainen, dat je meedoet in Europa, Champions League, Europa League of Conference League. En dat je in de competitie gewoon goed doet. En wat ook bij de club past, wat we vorig jaar met Antwerpen gepresteerd hebben, was natuurlijk uniek. Hè? De dubbel, de Supercup en de Champions League. Ja, voor Antwerpen was dat fantastisch. Ik heb nu PSV getraind, Wolfsburg getraind en Antwerpen. Dus Nederland, Duitsland, België. Wat is de volgende stap? Ja, dat weet ik ook niet. Het is ook afhankelijk wat er gaat komen. Het moet ook bij me passen en daar ben ik wel kieskeurig in. Dan zeg ik liever nee dan dat ik van tevoren twijfel. Wie weet doe ik wel helemaal niks meer. Zou ik nog eentje doen? Ja, maar deze club is wel iets anders. Hè? Dan moet je wel even zeggen. Doe je wel heel voorzichtig. Ja. Eerst maar eens even swingen zonder bal. Okay. Voordat je, zo ja. Dat zegt Ian ook altijd. Zo. Die was goed geweest. Ja, die was heel goed geweest. Ja, maar je hebt de bal niet geraakt. Nee. Okay. Goede houding, rechtop. Nou, je weet het al hè. Zo. Nu is echt weg. Maar als ik me concentreer, dan gaan ze allemaal goed. Maar één keer met die andere club en dan met deze. Ja, ik kan beter even stoppen. Ik kan nu, ja, ik hoef niet meer. Ja. Als er niks komt, dan ga ik mooi naar de jongens kijken. Naar je broers. Ga ik naar het voetballen kijken en dan ga ik met jou leuke dingen doen. Daar heb ik daar ook wat tijd voor. Als je trainer bent, heb je eigenlijk nergens tijd voor. Dan kom je wel af en toe thuis, maar dan ben je eigenlijk ook niet thuis, omdat je constant met het voetballen bezig bent. Wat ga je morgen tegen die jongens zeggen? Hoe ga je spelen? Wie ga je opstellen? Wat gaat er gebeuren? Hebben we gewonnen? Ja, dat merk je zelf. Dan ben je veel vrolijker, heb je veel beter humeur dan als je verloren hebt. Dan probeer je die jongens weer te motiveren en te kijken van hoe kunnen we het beter doen. Ja, en zo ben je elke keer bezig. En nu kun je afschakelen zonder dat je na moet denken wat je moet doen. Kijk, als je de baan op gaat, dan ben je door 2 uur of 4 uur aan het wandelen en aan het slaan. En dan ben je eigenlijk al de hele ochtend of de hele middag kwijt. Ja, eigenlijk, als trainer zijn, heb je daar bijna geen tijd voor. Maar nu wel? Nu wel, ja. Dus als het goed weer is, dan gaan we zeker. Nu kunnen we ook met de hele familie, want iedereen kan golven. Zo, pap. Ja, die was... Dit was de beste? Ja. Nou, die was eigenlijk over het hek. Helemaal niet.